Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 15 september. In zijn lijden delen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Romeinen 8 vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Als christenen houden we van de gedachte om in de glorie van Christus te delen. Maar hoe zit het met in zijn lijden delen? Het offer van Jezus geeft ons het eeuwige leven en ook het overvloedige leven terwijl wij hier op de aarde zijn. Maar de Bijbel leert ons dat we lijden moeten in tijden van beproeving als we in zijn glorie willen delen. Is het dat waard? Volgens Romeinen 8 vers 18 is het dat zeker. We hebben de neiging te geloven dat we lijden vanwege onze omstandigheden en dat als deze maar zouden veranderen, we in staat zouden zijn om goed te doen. Maar God wil dat we zo volwassen en stabiel worden dat we het juiste doen, zelfs wanneer onze omstandigheden niet goed zijn. Er zijn verschillende niveaus van geloof. En meestal willen we ons geloof gebruiken om van al ons lijden af te komen. Maar het kan zijn dat het Gods plan voor ons is dat we een hoger niveau van geloof beoefenen die ons door alle uitdagingen van het leven zal dragen. Te vaak verwonderen we ons over de bevrijdende kracht van God en hebben geen oog voor zijn beschermende, versterkende en dynamische kracht. Jezus beloofde in Johannes 16 vers 33 dat hij ons vrede zal geven tijdens de beproevingen van het leven en de kracht die we nodig hebben om deze te doorstaan. Ik wil je vandaag bemoedigen. Als je door een periode van lijden gaat, houd moed. Want in Christus zul je overwinnen en in zijn glorie delen, wat ook openbaar zal worden. Laten we samen bidden. Heer, Romeinen 8 vers 18 zegt dat mijn lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die komt vanwege mijn wandel met u. Ik wil diezelfde houding hebben. Dank u voor uw vrede en kracht om elk lijden die op mijn weg komt te doorstaan. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website. Joyce-Meyer.nl